Vandaag zijn we op bezoek bij Hoekhoveniers uit Voorhout. Zoals je hoort achter mij zijn ze al druk bezig en ik ga daar even een kijkje nemen hoe hun dag eruit ziet. We staan hier naast Mireille. Hoe lang loop je nu bij Agiflex? Dit is mijn zesde week dat ik nu bij Agiflex werk. Oké, okay. Ja. Heb je zin? Ja, heel erg. Ja? Ik vind het echt ontzettend leuk werk. Oh, gaaf. En hoe ziet jouw dag eruit? We beginnen om 7:00, dan verzamelen we bij de gemeente, bij de werf. En dan overleggen we samen van nou ja, wat is die dag te doen? En waar moeten we heen? Wat zijn de belangrijkste punten? Die pakken we eerst aan. We kijken ook van bijvoorbeeld in het centrum. 'S Ochtends is het druk, rustig in het centrum. Dan beginnen we daar. En kijk, na 9:00 is het daar gewoon druk. Ja. Dus dan pak je de andere punten die druk worden. Ja. Dus dat is gewoon even een overleg van welke punten is het anders, wanneer, welk tijdstip van de dag. Ja. En je eerste dag bij Hoek, was dat een aparte dag of was het een dag zoals velen? Nee, de eerste dag, ja, ik kom zelf uit de horeca, dus dat is natuurlijk iets heel anders, maar... Je hebt helemaal geen ervaring? Nee, totaal niks. Nee. Dus, en ik ben echt een buitenmens, dus de eerste dag, nou ja, ik ben lekker heel de dag buiten, dus... Wil je nou net als Hilke en Mireille een voldaan gevoel krijgen aan het einde van de dag van je werkzaamheden en lekker in de open lucht werken? Stuur dan een e-mail naar d.bakker@agiflex.com. Ik laat ze vandaag met rust, ik hoop je snel te zien.